Yes. Goedemiddag iedereen. Welkom bij deze nieuwe en ja, tevens ook de laatste SEO Benelux webinar van deze periode dan toch. Wie weet wat ons brengt natuurlijk op het einde van het jaar, oktober, november. Wie weet, ja, Brighton SEO, dat is nog niet helemaal zeker, denk ik. Jammer genoeg. Dus daar gaan we zien van, ja, wat gaat er door en eventueel kan er dan een nieuwe reeks lunchwebinars komen waar we ongetwijfeld wel wat nieuwe sprekers voor kunnen vinden. Mocht je zeker al geïnteresseerd zijn, laat dan zeker iets weten als je iets interessants te vertellen hebt. Stuur mij of Jeroen een berichtje. Vandaag hebben we voor onze laatste webinar toch wel een thema gekozen die we nog niet veel gehad hebben, denk ik. Linkbuilding. En daarvoor heb ik toch wel, ja, denk ik, een van de grote specialisten uit Nederland erbij gehaald. Dennis. Dank je wel. Alles goed? Ja, zeker. Zeker. Ik zit hier lekker op de camping in Friesland met dit vreselijk kitscherig schilderij achter mij. Maar, zo heb je toch een beetje het gevoel dat je in het zuiden van Italië of Frankrijk ja, zit. Ja, zeker. De temperaturen, ik weet niet, hoe is het nu in Nederland? In België is het redelijk warm op dit moment, vind ik. Ja, hier is 20 plus, nee. Ongeveer 20 graden. Dus het is lekker. Zoals je kunt zien, gisteren behoorlijk verbrand alweer. Dus, ja. Het is toch een beetje zomer dan, verbrand zijn en achteraf smeren met de aftersun. Ja, zeker. Nee, ja... Het is een beetje een woelige periode geweest natuurlijk de laatste maanden. Hoe hebben jullie dat ervaren bij Seeders? Ja, we zagen eind februari, zag ik het wel een beetje aankomen. Maar ja, toen halfwege maart die lockdown erin kwam, toen raakten we toch al direct bijna 15% van onze klanten kwijt. Dus dat was echt wel schrikken. Alles, vooral, we hadden best wel grote poten in de travel sector. Dat zijn we eigenlijk allemaal kwijtgeraakt. Dus dat was wel schrikken. Ja, inmiddels heeft zich dat wel helemaal ingehaald, omdat we zien dat e-commerce met name echt heel hard gaat. Dus ja, we groeien alsnog wel weer. Ja. Ja, en het thuiswerken geeft natuurlijk ook wel issues. Het hele team werkt nog steeds vanuit huis. En voor sommigen werkt dat heel goed, voor mij onder andere, want ik kan heel veel doen. Maar voor sommigen werkt het ook niet en die zien de muren bijna op zich afkomen. Dus ja, het is heel verschillend. Ja, met hoeveel zijn jullie dan? We zijn nu met 25 mensen. Ja, dat is toch wel een redelijk team om thuis te laten werken. Ja, zeker. Ja, dat is wel een uitdaging. Oké, ja, nee, goed om te horen dat jullie toch... En heeft dat voor jullie manier van werken wat veranderd? Dat je echt meer ook naar e-commerce websites ging gaan polsen, omdat zij daar nood aan hebben? Ja, dus we zetten daar wel echt op in, ook op e-commerce. Dus je hebt eigenlijk twee dingen. We zien e-commerce groeit gewoon lekker door. Behalve sommige luxe segmenten niet, maar er zijn ook heel veel segmenten die wel gewoon groei doormaken. Dus daar liggen mogelijkheden op het moment om extra te investeren. En daar proberen wij dan ook wel op in te zetten. En daarnaast zien we vanuit de B2B-markt, dus de maakindustrie en zo, die normaal echt leven van beurzen en vertegenwoordigers die op de weg zitten. Ja, die hebben dat op dit moment, zijn die kanalen er gewoon even niet. En die moeten dus ook wel online en via search meer aan lead generatie gaan doen. Dus daar profiteren we ook wel van. Ja. Dus ergens hopelijk voor ons natuurlijk dat die switch blijft aangaan, dat bij bedrijven die na 3 maanden of een jaar teruggrijpen naar het volledige offline beurzengedeelte. Want dat is toch wel iets dat we al langer horen, dat de beurzen niet meer dat zijn wat ze vroeger zijn geweest en toch nog te veel bedrijven die daarom vasthouden. Ja, ik denk dat heel veel, met name B2B bedrijven, maakindustrie, nog steeds niet goed inzien dat er gewoon online ook wel echt een serieus saleskanaal eigenlijk ligt. En dat daar ook in geïnvesteerd moet worden. Dus ik denk dat er voor heel veel bedrijven een kanaal bij komt. En dat dat ook nooit weer helemaal terug zal veranderen. En dat misschien beurzen iets meer online. Ik denk dat met name online wel weer echt, ook als dit straks voorbij is, weer een hele slag heeft gewonnen op eigenlijk de traditionele marketing en de traditionele retail.
Ja, oké, nee, super, super. Graag zou ik ook al eens weten van wie die nu aan het kijken is, wie ook actief bezig is met linkbuilding. Laat het dan zeker eens weten in de comments, want ik denk dat je vandaag zeker iets meer gaat leren daarover en vooral hoe dat je dat op internationaal vlak meer kunt gaan doen. En dat laat ik vooral over aan Dennis. We halen er alvast even je presentatie bij. Yes, ik zet hem even klaar. Even kijken. Kun je hem zo zien? Ja, dus kort, als er vragen zijn, stel ze in de comments en dan vuur ik ze op het einde van de presentatie, vuur ik ze af op Dennis en krijgen we daar hopelijk antwoord op. Succes, Cool. Dennis. Dankjewel. Bye. Ja. We gaan het vandaag hebben over internationale linkbuilding, dus, en dan met name gericht op de Europese markt. Dus stel je hebt een website, een webshop, of je werkt voor webshops, websites van klanten, je wil internationaal autoriteit gaan vergaren in verschillende landen. Ja, hoe ga je daar dan aan werken en wat zijn de verschillen waar je op moet letten per land? Daar gaan we het vandaag over hebben. Ik heb een kleine agenda bij. We gaan het heel kort even over mij en over Cyrus hebben. Wil ik niet te lang bij stilstaan, want dat is niet waar het vandaag om gaat. Daarna gaan we het even over wat algemene internationale linkbuildingszaken hebben. Dan gaan we het hebben over het onderzoekje wat ik gedaan heb, over de verschillen die er per land in Europa zijn. Verschillende linkbuildingtactieken die je kunt inzetten. En ja, een stappenplan voor als je een nieuw land wil veroveren. Ik ben Dennis, 27 jaar oud, ben sinds 2014 actief als linkbuilder. Kwam toen aan de slag in dienst bij Seeders. En ja, mijn compagnon Gerjan, die was al sinds 2005, 2006 actief met linkbuilding voor eigen websites, voor affiliate sites, webshops. En ja, dat vond ik wel heel interessant. We deden in die tijd met name online marketing voor traditionele Zwolse retailers met een webshop. Alleen ja, doordat we best wel actief waren in die linkbuildingwereld, ja, gleden wij onbedoeld steeds verder die linkbuildingwereld in. Werden we gevraagd door andere bureaus, door andere bedrijven. En ja, zo is dat eigenlijk een beetje uit de hand gelopen op het linkbuildingvlak. Ik ben fanatiek lezer, dus ik lees heel veel over ons vakgebied, maar ook heel veel over andere ondernemers. Ik vind het heel gaaf om bedrijven te bouwen, dus daar lees ik heel veel voor. Nou, mijn motto is echt work hard, play hard. Keihard werken, groeien en daarnaast ook gewoon genieten. Vaak op vakantie, chillen, relaxen. En sinds 2019 ben ik de trotse eigenaar van Seeders. 2018 ben ik eerst voor de helft mede-eigenaar geworden. 2019 volledig eigenaar geworden. Nou, wat foto's van ons team. Zoals ik al zei, we hebben inmiddels een team van 25 mensen verdeeld over Amsterdam en Zwolle. Met als core business SEO en linkbuilding. Nou, linkbuilding is altijd wel een beetje een controversieel onderwerp. Ik heb er ook al vaak over geblogd en ja, ik krijg soms best wel felle reacties. Ik denk belangrijk voor vandaag is. Ja, dit zijn de zaken die ik met jullie ga delen, zijn de zaken die voor ons heel goed gewerkt hebben en waar we mooie resultaten mee geboekt hebben. Maar ja, ik probeer hier niet de waarheid te prediken wat dat betreft. Nou, naar schatting tellen backlinks toch nog wel voor zo'n beetje 1/3 mee in de bepaling van je ranking bij Google. En we zien nog steeds dat echt een groot deel van de bedrijven je kansen laat liggen. Ja, als je zit te kijken en denkt van we gaan wat quick and easy tricks krijgen vandaag. Nou, dat is het niet, want het bouwen van een internationaal linkprofiel is wel gewoon vaak bloed, zweet en tranen. Vergt veel resources van de organisatie zelf. Het vergt veel middelen, financiële middelen. En het is gewoon hard werken om die links te bouwen. Maar het is in mijn ogen wel dé manier om op het SEO-gebied onderscheidend te zijn. Omdat ja, veel bedrijven er niet actief werken of alleen op een meer on-site en contentstrategie varen, waardoor zeker op internationaal gebied, eigenlijk nog wel meer dan in Nederland, er wel veel kansen liggen om middels linkbuilding op ja, zeer concurrerende zoekwoorden stevige posities te vergaren. En daarmee kan linkbuilding ook echt zorgen voor de acceleratie in je SEO-strategie. Dus waarbij je misschien alleen met een content- en on-site-strategie iets langzamer resultaat krijgt, kun je op het moment dat je linkbuilding daar ook nog aan toevoegt, echt sneller resultaten verwachten.
Nou, dit is even hoe wij normaliter in de Nederlandse markt een linkprofiel opbouwen. Dus wij proberen door leuke persberichten te schrijven vanuit data in de top vooral echt PR-links te krijgen vanuit de grotere en de regionale nieuwsplatformen. Daaromheen bouwen we vaak aan kwalitatieve blogplaatsingen. Dus dat zijn echt blogplaatsingen die op kanalen, dat kan bijvoorbeeld een Panorama zijn, dat soort platformen, echt platformen waar veel bezoekers aanwezig zijn, die veel autoriteit hebben en die niet als enige doel als linkbuilding hebben. Nou, dan werken we ook nog veel met wat meer influencer-achtige bloggers, dus die ook een blog hebben waar ook wel best wel bezoekers op komen. In sommige gevallen werken we ook nog wel met blogs vanuit PBN. Zeker als de relevantie hoog is, kun je in Nederland, werkt dat echt nog steeds wel. En ook aan de onderkant werken we aan meer kwantitatieve linkbuilding methodes. Dan moet je denken aan bijvoorbeeld het uitruilen van links, mail, startpagina klonen, bedrijfsprofielen. Ook dat werkt in de Nederlandse markt nog steeds wel goed. En zeker als je een website hebt waar je gewoon echt veel landingspagina's, veel categoriepagina's hebt waar je mee wilt ranken, ja, dan zijn die kwantitatieve methoden eigenlijk ook nog wel een noodzakelijk kwaad in de Nederlandse markt. Daar kom ik straks nog even verder op terug. Nou, internationaal heb je eigenlijk minder mogelijkheden, want het hele three-way verhaal, het uitruilen van links, dat kennen ze eigenlijk in andere landen nauwelijks. Ook, er zijn wel bijvoorbeeld PBN's waar je mee kunt werken, maar ze zijn veel beperkt in aantallen en toch ook wel veel gevaarlijker over het algemeen. Dus ook daar blijven we eigenlijk altijd van weg. Dus aan kwantitatieve methoden moet je het dan eigenlijk vooral hebben via bedrijfsprofielen, forumlinks, PR-portals. Nou, ook daar zitten we een heleboel haken en ogen aan, maar daar kom ik zo nog even op terug. Nou, allereerst wil ik het even hebben over de structuur, want als je wil gaan starten met linkbuilding, dan is in ieder geval de basis van je internationale structuur, die is heel, heel erg belangrijk. Nou, wat wij vanuit een linkbuilding oogpunt het liefste hebben, is dat het gewoon een .com domein is, waarbij we voor elk land een aparte /.de hebben. Het voordeel daarvan is, als we voor een specifiek land gaan bouwen, dat de autoriteit die je daarmee vergaart ook helpt voor de autoriteit van de rest van je domein. Dus ook voor de andere talen en domeinbreed help je dat. De tweede optie waarbij je cobenelux.de voor een lokaal land is natuurlijk ook top. Alleen vanuit linkbuilding oogpunt is dat gewoon meer werk, omdat je in elk land weer je autoriteit uniek moet opbouwen. Ja, dan heb je nog andere extensies. .eu wordt best wel veel gebruikt. Nou, we zien in veel cases dat je daar best wel goed mee kunt ranken. Zelf hebben we met Sirius bijvoorbeeld op ons internationale domein .agency. Dat werkt ook best wel. Daar kunnen we ook internationaal prima mee ranken. Maar als je de kans hebt, zouden wij zeggen, kies altijd voor structuur 1 of 2. We zien helaas het onderste ook nog wel vaak voorkomen. Dus een .nl website, waarmee je dan op deze manier verschillende talen hebt. Ja, dat is toch wel altijd een beetje zonde, omdat we merken dat of met zo'n overkoepelend domein, of met een domein in de lokale TLD, dat gewoon toch wel het beste werkt. En we zien ook dat bedrijven vaak toch op lange termijn anders die stap wel gaan maken. Dus dan hebben wij vaak zoiets van, doe het alsjeblieft direct goed en begin gewoon met een van de twee bovenste structuren. Nou, en als je dan aan de slag wil met linkbuilding, dan begint dat natuurlijk altijd met creëren van goede content. En ik denk daarbij belangrijk is, werk altijd met native copywriters. Dus het liefst geen mensen die over zijn gekomen en al 10 jaar niet meer in hun moederland zijn. Maar echt mensen die nog in die markt staan, daar geboren en getogen zijn en die gewoon weten wat voor taal geldt. Websites zoals Upwork kunnen best wel handig zijn voor het content creatiestuk op internationaal niveau. Kosten zijn ook vaak echt aan de lage kant hiervan. Ze zijn eigenlijk zo laag dat we zeggen van, investeer daar extra in, want wij zijn vaak belazerd met Google Translate vertalingen bijvoorbeeld. Nou, dat is gewoon heel vervelend richting je klant of ook voor je eigen domein als je content hebt die gewoon niet klopt. Dus wij werken daarbij eigenlijk meestal met een two-step verification model, waarbij we eigenlijk altijd twee tekstschrijvers inhuren en de ene de content van de andere laten nakijken. Die tekstschrijvers die zijn vaak ook wel vrij eager om
Om dan verbeteringen te spotten in de teksten van de ander, omdat ze daar misschien ook nog wel je business mee kunnen vergaren. En daarmee voorkom je dat je belazerd wordt. Vervolgens, voordat we aan de slag gaan, kijken we eigenlijk altijd naar de concurrenten. Wat wij heel interessant vinden is bijvoorbeeld kijken op landingspagina niveau voor een specifiek zoekwoord. Wie zijn de concurrenten die in de top 4 zitten en hoeveel linking domains hebben zij? Heb ik in dit geval even gedaan voor Clark.de, was een partij waar ik mee bezig was. Die willen graag beter ranken op KFZ-verzekering in Duitsland. Dat is zeg maar de zorgverzekering in Duitsland. Zit echt enorm zoekvolume op. Nou, hier kun je al zien dat de partij die op 1 staat, heeft maar liefst 218 linking domains. De partij die op 4 staat, heeft er 210. Ja, dus wil je hiermee aan de slag gaan, dan moet je klant wel realistisch beeld schetsen. Ja, dat dit lang gaat duren en enorm veel efforts en middelen gaat kosten. Want dit is echt op landingspagina niveau om hierin in mee te komen. En op deze manier kun je dus heel goed vanuit linkprofiel in ieder geval de opportunity spotten. Van oké, wat zijn keywords waar partijen met relatief weinig linking domains op landingpage niveau goed ranken. En dan voordat wij de keuze gaan maken of we ergens een link willen op internationaal niveau, gaan we wel echt veel verder dan de Nederlandse markt. Dus we kijken in ieder geval de metrics in Ahrefs, Moz en Majestic. Maar die zijn eigenlijk allemaal wel redelijk makkelijk te manipuleren. Ja, dus als jij 5 links vanuit een interessante of vanuit een relevante onderwerpcategorie plaatst naar je domein, ja, dan scoor je meteen al heel hoog op Trustflow. En dat is dan eigenlijk misschien niet de directe waarde die Google er ook aan zou hechten. En voor de DR en de DA van Moz geldt eigenlijk ook dat, ja, ook al bouw je met hele slechte domeinen, dat je die metrics best wel makkelijk op kunt quicken. En dat is ook iets wat dus echt veel gebeurt door linkbuilders. Dus we zeggen daarnaast, kijk naast die basismetrics ook naar andere dingen. Kijk bijvoorbeeld naar de uitgaande anchors die een domein heeft. Kun je in Ahrefs heel makkelijk checken welke uitgaande anchors zijn er. En zie of daar bijvoorbeeld geen porno links, casino zaken tussen staan. Want dan weet je al, oké, dit domein is compleet verpest. Door linkbuilding doeleinden, daar wil je eigenlijk niet tussen staan. Verder kijken we ook vaak naar traffic. Ik weet dat het een indicatie is, maar alsnog is het wel interessant. Het gaat niet om, ik hoef niet het exacte aantal bezoekers te weten, maar als daar 0 staat bij alle 3, bij Sandwich, Ahrefs, SimilarWeb, lekker links laten leggen en gaan voor domeinen die in ieder geval een sterke traffic indicatie hebben. Kijk op on-site of het niet een gecatcht domein is waar echt alleen een simpel WordPress template op staat. Want dat is gewoon zonde. Je kunt in het buitenland echt gewoon beter voor kwalitatieve linkbuilding vormen gaan. Verder zou je nog linking domains kunnen checken. Dus van de plek waar je die link wil vergaren. Dus kijken, is die waardes die er staan, zijn die niet alleen door spam tot stand gekomen? Wat ook een interessant is, in Ahrefs kun je ook kijken hoeveel nummer 1, nummer 2 posities een website rankt. En dan kun je ook zien als bijvoorbeeld een jaar daarvoor in één keer heel veel rankings verdwenen zijn. Dan weet je, oké, ik heb hier waarschijnlijk te maken met een domein dat is opgezegd, dat vervolgens weer is opgekocht door een linkbuilding partij en waar zij vervolgens weer een nieuwe website opgezet hebben. En dat wil je eigenlijk ook niet, want je wil gewoon een echte site hebben, het liefst met echte bezoekers. En als laatste kijken we ook naar de uitgaande links. Dat niet in elk artikel helemaal vol is gestopt met uitgaande links. Want wat ik zei, we willen eigenlijk niet op domeinen komen die echt alleen maar linkbuilding als doeleinde hebben. Nou, en voordat we dan echt aan de slag gaan, is het ook belangrijk om echt goed te kijken naar die zoekwoorden. Dit heeft meer te maken met je complete SEO-strategie, maar ook dit zien we nog wel vaak fout gaan. Wij noemen het bijvoorbeeld een bankstel, maar de Belgen die hebben het over een zetel en daar zit veel hoger volume op. Hypotheek is ook zo'n voorbeeld. Ik heb hem hieronder ook even neergezet. Als je kijkt, hypotheek in België bijvoorbeeld heeft 1400 zoekvolume per maand. Ga je op hypothecaire lening zitten, dan heb je in één keer 8800. En dat is iets wat je aan de voorkant misschien niet zo snel zou spotten, omdat hypotheek ook wel veel gebruikt wordt in die landen. En daarom geven we altijd als tip mee,
kijk nou eens bijvoorbeeld voor 5 of voor 10 concurrenten, even in een tool als Ahrefs, kun je heel makkelijk zien in de rank tracker, oké, op wat voor grote keywords rankt een domein. En dan kun je direct zien, oké, welke benamingen gebruiken Duitsers en ook waar liggen de volumes. En kun je direct ook een stukje winnen ten opzichte van je concurrenten. Dus dat is een hele goede manier om opportunities te spotten van waar je op wil zitten, waarbij je ook direct weet eigenlijk dat je de goede keywords te pakken. Nou, het linkbuilding onderzoek. We hebben 10 lokale linkbuilders in diverse markten in Europa gevraagd. Hoe ze eigenlijk te werk gaan en wat hun ervaringen zijn in de thuismarkt. Het zijn eigenlijk allemaal partners waar we zelf ook al jarenlang mee samenwerken. En dan kwamen meteen de grootste punten zijn eigenlijk linkbuilding internationaal gebeurt echt het meeste via content/artikel links. Die worden verkregen via artikel inkoop. Dus ja, daar wordt voor betaald. Two-way, four-way linkbuilding, zoals in Nederland, dat kent eigenlijk niemand van de partijen van Griekenland tot Spanje, tot Duitsland, Polen. Ja, niemand is er eigenlijk mee bekend of mee actief. De startpagina's, die kennen ze natuurlijk niet, maar die hebben wij wel even als voorbeeld genoemd en hoe zij, zeg maar, die kwantitatieve tijd in hun markten bouwen. Nou, dat gaat vooral middels directories, PR-portals en forum links. We merken wel echt dat andere landen ook echt veel voorzichtiger te werk gaan dan de Nederlanders. Daar heb ik zo ook wel een mooi voorbeeld van. Iedereen waarschuwt ook voor het gebruik van PBN's. Dus dat zeggen wij ook echt op internationaal niveau niet doen. De meesten adviseren ook om heel rustig te beginnen. En dat die anchor text verdeling die je gebruikt, die moet echt heel erg natuurlijk zijn. Gaan we nu even kijken naar de verschillen die er dan zijn per land. Nou, Duitsers werken echt heel veel met het inkopen van artikelplaatsingen. Zelfs op grote Duitse nieuwsplatformen, regionale Duitse nieuwsplatformen, is het nog mogelijk om artikelplaatsingen met een doelvolle backlink te krijgen. En zij zien dan ook de beste effect hiervan, met name als dat ook nog eens heel erg onderwerp gerelateerd is. Dan zien ze daar gewoon goede resultaten van. Wij en ook zij zien vaker penalties ook in Duitsland. Dus als je heel commercieel aan het linkbuilden bent of je doet heel veel commercieel via fora, dan word je echt sneller gepakt in Duitsland dan dat in Nederland het geval is. Dus dat Duitse algoritme lijkt echt strenger te zijn. Concurrentie is wel echt heel goed te doen. We hebben legio voorbeelden waar bijvoorbeeld ook Amazon prima te outranken is in de Duitse markt. En je ziet dat gewoon, zeker bij de wat grotere Duitse partijen, de focus veel minder op linkbuilding ligt. En dat je dus middels linkbuilding daar zeker nog wel onderscheidend kunt zijn. Ze zijn ook veel voorzichtiger in het gebruik van in de aantallen links die ze plaatsen. En ook in het gebruik van commerciële anchors. Ja, prijsniveau, als je die artikelen bijvoorbeeld wil inkopen, die liggen wel echt wat hoger dan in Nederland. En zoals onze Duitse partner heel erg mooi zegt, linkbuilding in Germany is a marathon, not a sprint. Dus oftewel, rustig beginnen, rustig bouwen aan die rankers, backlinks. Hier nog een mooi voorbeeld wat goed illustreert wat nou die verschillen tussen Nederland en Duitsland zijn. Ik heb Pricewise even uitgepakt, maar dat is niet een specifiek voorbeeld, maar dit zien we in de hele Nederlandse markt terug, waarbij we, dit zijn dus de meest gebruikte anchor teksten. En we zien in Nederland dat bijvoorbeeld energie vergelijken, exact match anchor, 239 linking domains, autoverzekering, 212 linking domains, WA-verzekering. En leg je dat bijvoorbeeld naast de Duitse markt. Dit is de partij die in Duitsland eigenlijk alles top 1 rankt op energie vergelijken, stroom, verzekeringen. Enorm sterke partij. Ja, dan zie je dat er echt veel minder commerciële anchors in voorkomen. Eigenlijk de eerste echte commerciële anchor, die zit pas hier op KZ-verzichering en die heeft maar 51 linking domains, terwijl hier top keyword bijna 5 keer zoveel heeft. Dus dat illustreert heel mooi dat die Duitsers gaan gewoon echt veel voorzichtiger te werk dan dat wij dat in de Nederlandse markt eigenlijk doen. België. Nou, in België heb je echt veel minder mogelijkheden dan in de Nederlandse markt. Nou, dat zullen velen van jullie ook al weten. Dus hier wordt echt vaak gewerkt met een mix van .be startpagina's. Ironisch is dan wel weer dat die .be startpagina's eigenlijk wel weer altijd door Nederlanders opgezet zijn.
Daarnaast zijn er wel mogelijkheden om artikelen bijvoorbeeld via inkoop of via outreach te verkrijgen. Alleen ja, die zijn er gewoon veel minder dan in de Nederlandse markt. En daarom worden soms ook bijvoorbeeld .nl, .fr domeinen gebruikt om dat linkprofiel aan te vullen. Zeker als je in een hele competitieve niche zit, dan is dat gewoon soms nodig om voldoende aantallen vanuit relevantie te kunnen vergaren. Maar zorg er wel altijd dat 50% van dat linkprofiel op .be domein blijft. Er zijn dus ook heel weinig bloggers. Concurrentie is daarmee ook wel echt beperkt. Dus je kunt relatief makkelijk ranken in de Belgische markt. Maar de kosten liggen wel echt fors hoger dan in de Nederlandse markt. Ja, Franse websites die zijn alweer heel erg kritisch tot de inhoud van content. Waar je bijvoorbeeld bij Duitsers en Nederlanders eigenlijk met elk stuk tekst wel vaak een plaatsingen kunt genereren, zijn Fransen echt kritisch. Die willen ook echt relevantie hebben met betrekking tot hun platform en tot hun doelgroep. En anders willen ze het niet plaatsen. Ze willen ook vaak een sponsored tag of middels een afbeelding duidelijk maken dat het sponsored is. Ja, voor ons is dat een no-go, want dat willen wij eigenlijk niet, maar dat zien we daar wel meer terug. Het aanbod van Franse websites daarentegen wel goed, dus er zijn echt veel mogelijkheden. Het prijsniveau is ook goed en ook PR wordt echt wel veel ingezet. Alhoewel het wel moeilijk is om daarmee doelvolle links te plaatsen. Dus Fransen zijn best wel genegen om content te plaatsen. Als je een goed stuk content bijvoorbeeld via een PR-database aanlevert. Maar ja, het verkrijgen van die link gaat wel lastiger. Nou, Spanje zijn eigenlijk twee dingen die wel echt anders zijn dan in de andere Europese markt. Het eerste is, ja, Spanjaarden die hebben toch heel veel .com en .net websites. Wat toch wel prima Spaanse domeinen zijn. Dus schiet die niet direct af. Er is ook veel aanbod. En het tweede is, heel veel Spaanse websites zijn afkomstig vanuit Zuid-Amerika. Dus check daar altijd wel even of een platform ook SEO visibility heeft in de Spaanse markt. En waar de hosting vandaan komt, om op die manier de waarde te bepalen. Want als die alleen traffic in Uruguay heeft, ja, dan kun je wel je bedenkingen daarbij hebben. Het prijsniveau in Spanje is ook laag. En ja, ze werken niet echt veel met kwantitatieve linkbuilding methoden. Dus hier wordt echt het meest op artikel linkbuilding ingezet. Ja, Portugal, dat is echt een land een beetje vergelijkbaar met België. Dus de platformen die er zijn, lage visibility, kosten zijn hoog. Het aantal thema-specifieke websites is veel beperkter. Portugese websites die zijn ook nog niet altijd bekend met linkbuilding. Dus die snappen het niet altijd. Dus daar zit wat meer management op dan dat het in andere Europese landen het geval is. Portugese websites willen ook graag dat content aangeleverd wordt, maar dit vergt gewoon veel combinatie om het goedgekeurd te krijgen, om het geplaatst te krijgen. Concurrentie is ook hier relatief laag, maar ja, er zijn ook weer niet echt alternatieven buiten het bouwen via artikelen om. Italië heeft een mooi aanbod, wel echt moeite om deadlines bijvoorbeeld te waarborgen. Ook hier, ja, ik hoop niet dat de Zuid-Europeanen in de stream zitten, maar ja, ze hebben gewoon wat meer management nodig om te zorgen dat het allemaal gedaan wordt. En ook hier wel vaak vragen voor sponsored tags. Wat wel echt tekenend is voor de Italiaanse markt, is dat ze bijvoorbeeld heel veel banners, pop-ups en zo hebben op Italiaanse media sites. Dat is niet iets waar je direct afgeschrikt door hoeft te raken, want dat is gewoon echt iets Italiaans. En ja, dus ook wel normaler. Ook Italianen zetten wel veel in op PR. Maar ja, de websites zijn dus wel minder clean dan het in Frankrijk het geval is. Ja, ook Grieken bouwen eigenlijk met name inmiddels betaalde plaatsingen. Maar die maken dan bijvoorbeeld wel weer gebruik van directories. Er zijn best wel veel Griekse bedrijfsprofielen, soms wel tegen betaling, maar ja, wel met hoge autoriteit. Dus die kunnen soms ook wel interessant zijn om een kwantitatief profiel te bouwen. En ook voor een post worden hier af en toe nog wel gebruikt. Er zijn op internet veel mensen die zich voordoen dat ze je kunnen helpen met Griekse linkbuilding. Alleen er zijn ook heel veel scammers actief die dan gewoon op Engelstalige .com domein Griekse links ertussen plakken. Dus kijk ook hier weer erg voor uit. Concurrentie is erg verschillend per sector, maar in de meeste sectoren best wel goed te doen. Ja, we adviseren dus toch, gebruiken we hier wel echt mensen die de Griekse taal beheersen om scamming te voorkomen.
Polen, de laatste markt die we gevraagd hebben, ook onze Poolse partners gaven aan, die bouwen met name via paid articles, soms ook wel wat fora als toevoeging op de betaalde artikelplaatsingen. En zij bouwen met name een profiel op vanuit enerzijds niche-relevante websites en anderzijds vanuit lokale nieuwsites. Ze geven aan wat bij hun goed werkt, is bouw vanuit content ook trustlinks, bijvoorbeeld naar Wikipedia, NOS, zoals je dat in Nederland zou zien, bouwen zij dat daar veel naar de Poolse media en platformen die echt autoriteit hebben. En ook interne links, om een artikel meer autoriteit te geven. Zij zeggen, we bouwen ook echt aan kwalitatieve content met minimaal 400 woorden en ook een kopstructuur erin. En ook zij geven aan, kijk dus echt uit met die exact match anchors. Want ook in Polen word je daar gewoon op afgestraft. En ze geven aan, kijk ook uit met blogs die echt alle onderwerpen hebben, want die zijn ook gewoon niet handig om op te plaatsen. Ook daar wordt veel om sponsored markings gevraagd. En Polen en Duitsers die gebruiken Sistrix ook heel veel om de waarde van een domein te bepalen. Sistrix is een SEO Visibility Index die weergeeft hoe goed een domein weer wordt gegeven in de zoekmachines. En dat is ook een interessante metric om gebruik te maken. Om te zien hoe kwalitatief waardevol een platform is. Nou, dan gaan we het even hebben over de verschillende linkbuilding tactieken. We zijn ze allemaal even bij langs gegaan in de landenbepaling. Maar ik wil nu even wat meer stilstaan. Links heeft het onderzoekje van Brian Dean. Of onderzoek, het is een behoorlijk onderzoek. Veel over geschreven in SEO-land. Ik wil meer hebben over de effecten daarvan. Want ik denk dat dit een heel mooi voorbeeld is van een onderzoek vanuit data. Waarbij je enorm veel linkwaarde kunt genereren. Brian Dean die doet het eigenlijk steeds opnieuw. Gebruikt dezelfde landingspagina. En je ziet elke keer op het moment dat hij een artikel lanceert, dat het echt een enorme bak aan linkwaarde oplevert. En dat betekent dat die URL waar hij deze berichten op publiceert, die heeft inmiddels meer dan 4000 inkomende backlinks vanuit eigenlijk alle landen. Van Europa een hele mooie verdeling. Dus dit is echt het perfecte voorbeeld waardoor je door onderzoek, door echt autoriteit te claimen op een bepaald onderwerp, enorm veel linking domains kunt pakken. Hoe zou je dat dan in de Europese markt kunnen aanpakken? Wat bijvoorbeeld interessant is als je een bepaalde stack aan data genereert. Dat kan interne data zijn, dat kan externe data die je bijvoorbeeld via Google Trends of via andere tools achterhaalt, kun je eigenlijk een persbericht maken die je vervolgens voor de lokale landen vertaalt en vervolgens via PR uitzet. Nou, dit hieronder is een case van een bekende retailer die in de seksspeeltjes zit, die eigenlijk in verschillende talen voor verschillende labels eigenlijk hetzelfde verhaal heeft verteld, dat het thuisblijven zorgt voor een piek in de seksspeeltjes. Wij hebben daarvoor de Franse outreach gedaan voor deze specifieke case. Maar op deze manier kun je dus lokaal voor al je labels met één stack aan data best wel heel veel mooie links vergaren. Voor het verkrijgen van links middels PR zijn eigenlijk verschillende aanvliegroutes. Zo zijn er verschillende PR-databases. Wij hebben bijvoorbeeld eentje voor Europa, maar er zijn heel veel services die dit aanbieden. Nou, het voordeel is dat je vaak grote aantallen journalisten kunt mailen, maar het nadeel is wel dat er sterke verschillen in opbrengsten eigenlijk zijn. We hebben wel meegemaakt dat je echt tientallen plaatsingen krijgt, maar we hebben ook wel de meest veelbelovende persberichten gehad waarbij je echt nul plaatsingen krijgt. Kosten zijn laag, maar de opbrengst verschilt dus heel erg per case. Dan hebben heel veel landen, waaronder Duitsland, ook gewoon PR-portals. Daar betaal je een paar tientjes, kun je een persbericht daarop uploaden en heb je direct al je eerste links daarmee te pakken. Het nadeel is wel dat die niet heel veel relevantie hebben met betrekking tot je website, want het is gewoon een PR-portal. Vanuit daaruit heb je wel de kans dat journalisten dat ook oppakken. En alleen Duitsland heeft al 100 plus van dit soort opties. Dus je kunt daar wel tegen lage prijzen relatief snel een linkprofiel opbouwen. Dan verspreiden via persbureaus. Dat is een dure methode. Alleen die persbureaus, PR-bureaus, die hebben vaak wel de
ja, de connecties met de journalisten, dus die zijn vaak wel in staat om grotere plaatsingen te genereren dan dat dat bijvoorbeeld bij optie 1 en 2 het geval is. En als laatste, om het extra aan te jagen, is het soms ook nog een mogelijkheid. Hè? Zoals ik al zei, in Duitsland kun je ook gewoon heel veel plaatsingen kopen op echt grote Duitse nieuwsplatformen om het op die manier te doen. Voordeel daarvan is dat bij de eerste drie methoden heb je eigenlijk alleen maar de mogelijkheid om branded links te genereren. Dus links met je eigen merknaam. Bij de onderste mogelijkheid zou je daar ook al wat links met eventueel een commerciële anker in kunnen verwerken. En dat is natuurlijk wel extra waardevol in je linkprofiel. Ja, en dan artikel linkbuilding, we hebben het al even over gehad. En ja, ik weet heel veel mensen die zeggen van je mag niet links kopen van Google. Ik weet ook, dat is tegen de richtlijnen en dat mag officieel niet. Wij zeggen dan altijd, ja, we betalen voor de artikelplaatsing. Alleen, ja, ik weet dat 80% van alles wat in de top in Nederland en ook op Europees niveau aan linkbuilding doet, ja, die zijn gewoon bezig met het inkopen van artikelplaatsingen her en der. Dus ja, in veel markten, als je daarin mee wil doen in de top, dan kom je gewoon niet zonder af en toe ook artikelplaatsingen met daarin commerciële, semi-commerciële anchors te kopen. Ja, voel je daar niet comfortabel bij, doe dat dan ook zeker niet. Maar ja, wij zien dat voor onze klanten en ook voor onze eigen platformen die we bouwen, dat het wel gewoon een significant effect heeft. Nou, daar ook heb je verschillende opties hoe je te werk kunt gaan. Je kunt zelf bloggers, platformen rechtstreeks benaderen. Is relatief veel werk. De reactieratio is doorgaans ook vrij laag, kan ik uit ervaring spreken. Daarnaast heb je ook artikelplatformen. Nou, in Nederland kennen de meesten denk ik Linkpizza, Hulk wel. Maar je hebt bijvoorbeeld ook platformen zoals Trust Factory in Duitsland. Zo zijn er tientallen in Europa. Waar je wel echt mee uit moet kijken is, doe niet alles bij één platform. Want er zijn zeker in Duitsland in 2011 en 2014 zijn verschillende artikelplatformen geïnfiltreerd door Google en die hebben penalties gehad, waarbij ook de platformen, de publishers die in het artikelplatform aanwezig waren, penalties hebben gehad. Dus zorg altijd voor voldoende spreiding daarin. Ja, en je kunt ook via een agencies laten lopen, lokaal of internationaal. Alleen, ja, dat scheelt je werk, maar de kosten zullen wel hoger zijn. Nou, andere methode, forumlinks. Wij gebruiken ze heel af en toe voor onze klanten, maar kijk daarbij wel uit. We zeggen eigenlijk, als je al op forumlinks bouwt, alleen in relevante threads, zorg ook dat je gewoon echt uitgebreide content eromheen bouwt, dus dat die links ook echt hun waarde hebben. Zorg dat dat ze eigenlijk nooit commercieel ook zijn. Dus dat er geen zins, dus nooit met exact match anchors, maar hooguit de brandname of een keer een naked, een kale URL. En anders gewoon niet gebruiken, want dan ga je daar ook op nat. Directories, kijk wel heel goed naar de kwaliteit. Kijk ook goed dat het niet nofollow is en kijk goed dat ze autoriteit hebben. De PR-portalen hebben we net al even bij stilgestaan, maar die kun je dus eigenlijk ook voor blogartikelen bijvoorbeeld inzetten. Dat hoeft niet altijd een persbericht te zijn. Sponsored links, heel af en toe gebruiken we dat nog wel eens. Dus dat je bijvoorbeeld een artikel inkoopt als sponsor van een bepaalde voetbalclub. Ik zeg een artikel, maar ik bedoel een bepaalde, dat kan bijvoorbeeld een afbeelding zijn. Alleen kijk daar ook wel heel goed op relevantie. Als de relevantie er niet is, dan hang ik er meestal doorgaan geen waarde aan. Ja, en in sommige gevallen PBN's alleen gebruiken als echt heel kwalitatief sterk zijn. En dan hooguit 1, 2 linkjes en niet compleet afhankelijk worden van één PBN. Want dan ga je daar op nat. Ja, een stappenplan. Dus zorg eerst dat die basis, dat die echt goed op orde is. Dat je de juiste structuur hebt. Dat je goede content op je verschillende pagina's hebt. Die ingestoken zijn op de juiste keywords. Dat die moet echt goed zijn. Adviseren we altijd voordat je echt kunt beginnen. En dan ja, wil je echt een gouden start maken in een bepaald land. Schrijf echt een leuke PR-case. Het liefst vanuit data, vanuit een onderzoek. Daar zien we eigenlijk altijd de beste resultaten.
En dan, als je daarmee in één keer scoort, dan kun je in één keer een behoorlijk aantal linking domains vergaren. Die staan mooi domeinbreed naar je homepage. Dus dan start je gewoon al met een mooie autoriteit. En vervolgens kun je dan heel voorzichtig gaan bouwen aan een sterk linkprofiel. Op de landingpage categorie niveaus. Daarbij zeggen we, bouw dus echt aan een natuurlijke anchor tekstverdeling, maximaal 25%, zeker in de wat grotere landen waarin het echt lijkt dat Google er wat meer bovenop zet, max 25% commerciële anchor tekst gebruiken in je verdeling, zodat je nooit kans maakt op een penalty. Ja, en daarbij zeggen we, bouw op maandelijkse basis. Dus, in onze ogen is linkbuilding niet iets waar je mee start en wat dan weer klaar is. Maar is iets wat echt constant je aandacht nodig heeft om op die manier echt tot steeds weer elke maand je relevantie aan te tonen voor zowel Google als ook eigenlijk voor Google. Blijf dat onderhouden. En dan ben ik voor 100. Dit is een strategie die wij honderden keren inmiddels uitgevoerd hebben, waarbij ik er dan van overtuigd ben dat de resultaten vanzelf zullen komen. Dat was hem. Dus ik ben heel benieuwd naar de vragen. Hey, Dennis. Ja, mooie presentatie. Waarvoor dank. Er zijn een paar vragen binnengekomen. Ik heb er hier staan van Ramon. Hebben jullie liever een mega relevant domein met een waarde van DR15 of liever een domein die vrij breed is met een relevantie, maar wel DR40 heeft bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat de relevantie altijd belangrijker is, waarbij ik dan wel bij DR15 heel goed zou kijken of dat wel ook gewoon een goed domein is. Dus je kunt best wel eens een uitstap maken naar een link met een wat lager domein, maar dan moeten de andere parameters wel oké zijn. Dus je kunt best akkoord gaan met weinig tot geen traffic, maar zoals bijvoorbeeld wat ik noemde, als zo'n domein alleen waarde heeft door spamlinks, ja, dan zou ik het alsnog, ondanks dat de relevantie er is, links laten liggen. En hoe gaan jullie die relevantie aan bepalen meestal? Is dat echt puur gaan kijken naar een domein, of zijn er daar bepaalde tools die je daar voor inzet? Wat ik zei, de tools die ik dus al noemde, Moz, Ahrefs, SEMrush, meestal pakken we daar wel een mix in. Vaak ook in overleg met SEO-specialisten aan klantzijde, van wat vindt die belangrijk, waar wil die op letten. Dat is soms ook gewoon even in de code kijken op bepaalde artikelplaatsingen van hoeveel links zit hier in verstopt. Een vraag van Jeroen. Hebben de verschillen per land ook te maken met de cultuur van het land? Hoe pak je dat aan? Ja, er zijn dus een aantal zaken die ik ook al noemde. Bijvoorbeeld, je merkt gewoon in Zuid-Europa, dan moet je gewoon meer erop zitten om bepaalde zaken gedaan te krijgen. Dus die beloven veel, maar dat vergt gewoon wat extra management. Dus vaker reminders sturen, meer erbovenop zitten. Verder, de verschillen per land hebben daarnaast vooral te maken met gewoon hoe groot een land is. Ja, als een land kleiner is, dan heb je ook gewoon minder mogelijkheden in een land. En daar heb je dan mee te dealen. Ja, over het algemeen heb je wel te maken met dezelfde type personen. Mensen die in de linkbuilding SEO-wereld actief zijn, zijn vaak wel redelijk goed onderlegd in Engels. Ze hebben allemaal een beetje dezelfde leeftijd. Dus in die zin praat je vaak ook wel weer dezelfde taal met elkaar. Dus, dat zit er vooral echt op dat managen van dat stuk. Hebben jullie dat ook met de Fransen? Want uit mijn ervaring heb ik toch al contact gehad met een paar Fransen, die hun Engels is niet altijd... Ik stelde ooit een vraag in een Franse Facebook community in het Engels. En of mensen mij konden helpen met iets wat commercieel best wel interessant was. Terwijl in plaats van dat ik hulp kreeg, kreeg ik echt 10 reacties met praat in het Frans. En hoezo praat je Frans hier? In plaats van dat iemand dacht van hey, ik grijp die kans aan en we gaan zaken doen. Ja, vreemd. Nee, ça va. Je had het daar juist, ja, in bepaalde landen zoals Portugal en België. Daarin merk ik zelf ook, het is enorm moeilijk en enorm duur om toch te linkbuilden op een beetje kwaliteit. Is het dan als, wat van zeggen, .be website wel aan te raden om veel links uit het buitenland te hebben? Of moet je daar rekening houden met een bepaald percentage dat
als je enkel maar actief bent in .nl, om een bepaald percentage .fr of .nl maar te hebben? Of? Ja, nou kijk, wij proberen in ieder geval, kijk, we zien ook wel vaak .be websites die dan echt 80 of 90% .nl hebben. Ja. En die daardoor dan bijvoorbeeld ook in Nederland ook heel goed ranken. En soms dan weer Nederlandse domeinen outranken, ja. Wat ook allemaal niet raadzaam is. Dus ja, we vinden, wat ik al zei, proberen bijvoorbeeld 50% .be aan te houden. Ja, dan zit je gewoon altijd wel goed, maar... We hebben ook zat partijen gezien waar je alleen met .nl domein ook wel gewoon goed kunt ranken. En qua prijs is denk ik heel afhankelijk. De business case kun je vaak wel maken van ja, wat is potentieel volume dat we kunnen genereren als we op 1 staan. En dan kun je wel kijken van ja, is misschien wat hoog. Kijk, we hebben ook wel eens artikelen voor een paar duizend euro ingekocht. Ja, als je in een super competitieve markt zit, ja, dan is dat soms ook wel een optie. Ja. En hoe bepaal je dan of dat een prijs voor een bepaald artikel dat die redelijk is of niet? Want, en verwacht je dan natuurlijk een soort van return daarop, al is het dan misschien al in eerste instantie het aantal mensen die via die site naar jouw website kunnen komen of naar de waarde die je daarvan krijgt? Hoe bepaal je dat dan? Nou, kijk, ik denk dat heel erg belangrijk is. Enerzijds gewoon op die business case die erachter ligt. Kijk, als jij ansichtkaarten doet, dan moet je een stuk meer volume genereren als dat je bijvoorbeeld zakelijke leningen doet. Dus dat is in die zin heel klant- of case-specifiek. En daarnaast is het gewoon kijken van, zou ik die verschillende parameters naast elkaar leggen? Dus heeft iets en... gewoon een behoorlijk traffic aantallen, een hele goede SEO visibility, scoort het heel hoog op de verschillende autoriteitsmetrics die je hebt. Ja. En dan kun je aan de hand daarvan bepalen wat een goede afweging, maar wat dan exact de perfecte prijs, dat ligt per niche ook weer aan de benchmark, weet je wel. Ja, dus ja, dat is eigenlijk echt case-afhankelijk om te bepalen wanneer iets nou echt een goede prijs is. Ja, vanuit mijn gevoel is voor bij B2B-magazines en zo verder zijn die echt absurd soms qua prijs. Ja. Er wordt dan een soort van PR-value en wat alles tegenover gezet. Ja, website... kijk gewoon heel eerlijk. De traffic die dan vanuit zo'n plaatsing komt, die is meestal gewoon niet heel. Dus je genereert wel wat exposure en je hebt misschien een aantal doorklikken. Ik heb het wel eens voor een bepaalde PR-case ook helemaal nagezocht van ja, hoeveel leeft het nou op? Ja, vaak houdt dat met tientallen bezoekers wel op. Dus je moet het echt met name vanuit de link value, vanuit die hoek moet je hem berekenen. En dan is het denk ik interessant van oké, hoe ziet dat linkprofiel van mijn concurrenten er op een specifieke landingpage uit? Hoe onderscheidend ga ik zijn als ik deze plaatsingen kan realiseren? En daar kun je dan die afweging maken. Is die prijs daar dan relevant genoeg voor? Ja, oké. Nee, super, dankjewel. En dan nog de laatste vraag. Heeft een no-follow link... wel of geen waarde? Dat is denk ik een eeuwige discussie al een beetje. Het is ook hetgene wat dat Google probeert nu veel en meer te pushen wanneer iets betalend is. Zelfs met de nieuwe attributen. Ja. Kijk, ik denk wat heel belangrijk is. Eén, laat ik vooropstellen, wij willen graag ook no-follow links in een profiel. Die horen gewoon in een linkprofiel. Als je een linkprofiel bouwt waar gewoon helemaal geen no-follow links is, dat is ook gewoon niet natuurlijk. Dus wij zeggen... 10-20% van je linkprofiel no-follow, het liefst omdat dat natuurlijk is. Daarnaast vind ik wel, ja, als je echt gaat betalen voor een artikelplaatsing bijvoorbeeld, ja, dan zou ik die niet no-follow willen. Want natuurlijk, Google zou er wel enigszins waarde aan hangen, maar dan haal ik die no-follow, dat stuk no-follow in mijn linkprofiel, haal ik dan liever op plekken waar ik daar niet voor hoef te betalen. Ja, nee, inderdaad. Maar ik denk dat Google er wel degelijk waarde aan hecht. En ze zeggen no follow, maar dat ze ook wel degelijk gewoon wel gevolgd worden natuurlijk. Ja, dat denk ik ook wel. Ja. Oké, dan was er nog een laatste vraag van Marco. Wat zijn de bekende goede Nederlandse PR-partijen? Maar ik denk dat hij misschien dan eens contact kan opnemen met jou, eens een berichtje kan sturen. Dat je misschien... nou, ik heb wel een paar goede waar we wel eens mee samen hebben gewerkt. Dus die kan ik je via een privé... Dat is natuurlijk ook wel, denk ik, een beetje het geheim van Seeders.
iedereen geeft dat graag weg, denk ik. Nee, nou goed, ik kan er best wel transparant in zijn. Alleen ik heb zo de naam even niet scherp van wat echt een goed PR-bureau is. Nee, super, kijk. Dan hebben we alle vragen gehad. Ik vond het alvast heel interessant. Want linkbuilding is altijd iets waar ik zelf minder mee bezig ben geweest. Dus wat is een technische? Ik denk dat iedereen zo wat, dat dat echt wel een specialisatie op zich is geworden. Maar ik kan daar echt wel heel veel tijd aan spenderen, denk ik. Ja. En er kruipt daar ook wel heel veel tijd. En dat wordt veel langer plat, vind ik. Ja, het is heel tijdrovend, maar het is wel... Ja, we zien nog steeds, ook in de Nederlandse markt, op het moment dat je gewoon serieus begint te bouwen aan een linkprofiel, en zeker als daar gewoon ook een goede contentstrategie en een goede on-site strategie aan hangt, met een goede structuur, dat je gewoon zelfs in 2020 in heel veel markten nog steeds echt heel snel marktaandeel kunt veroveren in de organische zoekresultaten. Je moet ze alle drie op orde hebben, hè? Alle drie op orde, ja. Waarbij die derde vaak wel het gebied is waar je denk ik het meest onderscheidend kunt zijn ten opzichte van de concurrentie. Oké, ja. Dankjewel, Dennis. Sowieso is deze webinar opnieuw te bekijken via de link op YouTube. De link die nu op Facebook staat. Daarin kun je gewoon klikken en alles herbekijken. Later zetten we het geluid van deze webinar ook op onze podcast. Waarvan we ook de link gaan delen. Het PR-bureau of onze PR-organisatie binnen de SEO Benelux zal dat allemaal in orde brengen. Ja, we zullen een linkje plaatsen naar Seeders. En als je ergens nog een klant nodig hebt die wat linkjes nodig heeft, kun je het gerust doen. Voor de juiste prijs. Nee. Ja, heel goed. Nee, ça va. Dankjewel, Dennis. Ik zal je even eruit halen. Ja, jullie ook bedankt. Blijf rust nog even hangen en dan komen we straks terug. Top. Goed. En nu haal ik er, hopelijk komt even Jeroen erbij. Hey, was goed? Ja, was een toffe presentatie. Ja, zeker. Ja, jammer genoeg ondertussen ook de laatste en ook een beetje de webinars waar jij sterk op de voorgrond terugkwam. Hoe heb je het wel ervaren? Ja, het was mooi. Het is, ik twijfel al heel lang om zoiets te doen. Toch een beetje spannend. Aan de ene kant wil je wel wat betekenen voor de community, maar is het toch wel een stap om voor een groot publiek te spreken. En misschien dat dit wel een mooie tussenstap voor mij was. Dus dat was heel leuk. Iets moois. Ik was heel zenuwachtig de eerste paar keren. Ja. Ik ging dan filmpjes terugkijken en dan kwamen mijn ouders langs of vrienden. En zei ik, ik heb een webinar vandaag gedaan. Ik was zo... Feedback. Gezien. Ja. Dus... het was mooi. Aan de andere kant was het ook alweer gek, hè, wat veel sprekers ook ervaarden om voor zoveel mensen te spreken, maar je ziet ze niet. En dat is toch op een of andere manier een uitdaging. Gelukkig kreeg ik dan wel weer complimentjes achteraf. Dirk zei, je bent een geboren host, moet je het vaker doen. En, dat geeft je dan toch wel weer dat vertrouwen wat je eigenlijk anders na een meet-up van het publiek te horen krijgt. Of zo eigenlijk, weet je wel. Dus, nee, ik denk dat we jou zeker ook voor de fysieke meetups, als die hier hopelijk aankomen natuurlijk, eventueel op het einde van dit jaar, dat we jou ook meer on stage zullen zien. Ja, zou leuk zijn. Dat lijkt mij wel tof om te doen. Er komen misschien nog webinars aan. Ik denk dat we daar nog mensen voor zoeken dan. Ja, wat ik eigenlijk ook... aan anderen wil vragen, mensen die nu kijken of dit later terugzien. Ik zal het ook nog even commenten in de Facebookgroep. Probeer zelf ook die stap te zetten. Je moet het gewoon doen. Ik ben zelf ook nog steeds heel erg kritisch op hoe ik dan naar voren ben gekomen na een webinar. Toch weer even terugkijken en kijken hoe ik het gedaan had. Heel vaak zeg ik dan bijvoorbeeld nog, we moeten nog even een beetje uitsluiten. Maar zoals het slogan van Nike is, just do it. Dat geldt hier eigenlijk... ook bij. En daarom wil ik eigenlijk ook de mensen die dus nu kijken of het later terugzien, ook gewoon uitdagen. Als je een goed verhaal hebt, er zitten genoeg slimme jongens in de groep, doe het gewoon. Waarom niet? Het is juist, we zijn juist een platform aan het creëren waarbij we kennis proberen te delen, bij elkaar te brengen, van elkaar te leren.
daar bieden we eigenlijk een podium voor. En het is leuk dat heel veel mensen die kans hebben gegrepen, zoals Dennis nu weer. Moeten anderen ook gewoon doen. Niet twijfelen. Nee, dat is waar. Dat is zeker waar. Zowel voor de webinars als voor de meetups. Als je een interessant verhaal te vertellen hebt, als je een toffe case hebt. We hebben heel veel mensen al proberen te betrekken. Ik denk dat we ondertussen al bijna 20 sprekers hebben gehad. Zowel meetups als webinars die voorheen, waarvan de helft voorheen nog nooit een presentatie had gegeven. Die het echt wel spannend vonden. Die echt wel de kriebels in de buik hadden voordat ze aan de presentatie moesten starten. Maar ja. Achteraf zo tevreden waren, ook positieve commentaar kregen. Ja. Want dat zijn meestal mensen dat je niet op andere momenten ziet, die je ook niet op Brighton SEO zie je elk jaar bijna voor 50% dezelfde mensen. En dat zijn dan personen vanuit Nederland, relevante business, die op hetzelfde niveau zitten, alsof dat 90% van de groep werkt. En daaruit kan je soms volgens mij het meeste leren, en daar heb ik al enorm veel uit geleerd. Dus, Nee, heel tof. Dat is voor mij ook wel echt de win van meetups. Hè. Congressen raak je vaak geïnspireerd en is het af en toe wat moeilijker bepaalde dingen in de praktijk te brengen. Al een super tof verhaal en heel innovatief. Maar dan kom je weer terug bij je bedrijf en dan loop je tegen beperkingen aan met je webdevelopment of noem maar op. En bij die meetups is het voor mij altijd iets meer hands-on en leer je van fouten van anderen, wat ook weer heel erg nuttig kan zijn. Ja, wat jij ook ervaart, dat deel ik ook. Ja, dus ik hoop sowieso dat we er snel met z'n allen een biertje kunnen drinken. Een glutenvrij biertje voor Jeroen. Dat we dat allemaal snel terug kunnen doen. En misschien een broodje kunnen eten. Als je er nog niet genoeg van hebt, Jeroen. Nooit. Mee aan de slag. Sowieso opnieuw. Alle webinars zijn terug te bekijken via ons YouTube-kanaal. Als je nog niet geabonneerd hebt, dan moet je dat zeker doen, moest ik zeggen van de PR-afdeling. Als je onze website nog niet volgt, moet je daar zeker ook eens op gaan kijken. Daar staan recordings van alle meetups, de presentatie van alle meetups op, maar ook ondertussen ook alle recordings van onze webinar. En er is ook een podcast waar hopelijk binnenkort ook meer op komt. En dan zien we jullie graag terug bij eventueel volgende meetup of dan terug een webinar. Sowieso bedankt Jeroen voor alle hulp en de presentaties en de top prestaties de afgelopen tijd. Geen dank. We gaan dit sowieso verder zetten. Hè? Is goed, we gaan er wat moois van maken. Ja, voor iedereen die werkt vandaag, veel succes. En voor iedereen die niet werkt, geniet van hopelijk nog een zonnige dag. Komt goed. We spreken elkaar, Matthias. Ja. Ciao. Bye.